Een van de nieuwe opleidingen bij Sintra Limburg is Account Manager. Wij zochten voor u een jonge account manager om een beeld te krijgen van zijn job. Dit is Michel van der Meijden van Compan. We zijn hier vandaag in Beringen en we staan hier voor een multisportterreintje. Dat is eigenlijk een terrein dat wij als Compan hier geplaatst hebben. Voor kinderen eigenlijk een buitenruimte te geven waar zij vrij kunnen sporten met een bal. Er zijn verschillende sporten op mogelijk, zoals basketbal, volleybal, voetbal, tennis, noem maar op eigenlijk. Dat is eigenlijk de bedoeling van het terrein wat hij hier vindt. Je hoort het, Michel is een vertegenwoordiger, een verkoper. Maar een accountmanager is meer dan dat. Een accountmanager die is eigenlijk verantwoordelijk voor een bepaalde regio. En hij heeft eigenlijk de doelstelling om de klanten die in zijn portefeuille zitten, om die zo goed mogelijk te behandelen. Dat wil zeggen dat in mijn functie dan ga ik dan naar de klanten zelf toe. En dan luister ik naar de vraag die ze eigenlijk hebben. En probeer ik daar middels een offerte eigenlijk een correct antwoord op te bieden. Sintra start in september met de opleiding Account Manager voor wie gebeten is door sales en marketing. Bedrijven willen zich commercieel profileren, zoeken ook echt commerciële profielen, zoeken een knelpuntberoep. Vandaar dat we daar in voltijdse dagopleidingen ook een opleiding rond hebben gebouwd. Ik denk dat een accountmanager voor elk bedrijf zeer nuttig is. Ze zijn de mensen die in onmiddellijk contact staan met de klanten en zij geven heel veel richting aan een bedrijf dat een commerciële inslag heeft, dat als doel heeft winst te maken, zal ik maar zeggen. Dus het is heel belangrijk dat die communicatie ook goed en gericht wordt doorgecommuniceerd naar de bedrijfsleiders toe of naar het managementteam toe. Wie zou zich nu geroepen moeten voelen om accountmanager te worden, om de cursus te starten? Ik denk dat je echt iemand moet zijn die graag één op één contact heeft eigenlijk met mensen, die veel vrijheid wilt hebben, die echt op zoek is naar een job waarin dat je ook kunt groeien. Dus het is meestal de start van een carrière, begint eigenlijk als accountmanager. Iemand die graag beloond wordt voor resultaten die je behaalt. Dat is iets wat je terugvindt. Je hebt een aantal extra legale voorwaarden die bij de functie vast verbonden zijn. Dus mensen die zich daar echt toe aangetrokken voelen, ik denk dat die wel geïnteresseerd zouden zijn in zo'n soort job.